Mannen en vrouwen, minnaars en lovers, nonkels en tantes, en misschien ook wel een tante Julia. Ik was een kleine jongen, zondag op, het was een hel. Het dominee vertelde me wat ik niet mocht en wat wel. Mijn God zag altijd alles groot en streng als een agent. Dus in het kerkje zakje deed ik graag kleverige cent. En zondagje dus ging mijn moeder op voorzitten bij mijn tante en dan moest ik mee. Ik heb ook wel aan te zoomen en ik deed je in mijn wacht, kopje slappe thee. Kennen jullie dit? Ja! Jaren was de mond, ik de kaarsjes uit gaan blazen, op de taart die moeder komt. En mijn oom schrikte even, lag alweer een jaar op mij. Maar niemand die ooit hoorde, ze zag tegen me zijn. Het was niks gestand op wat hij in haar handen doen, maar ben. En ze zei, je moet wat veel mooier dan de rest, omdat je een jaar bent. Ja, dat is duur, ja. Ik alweer weer ouder, wil de jaren wat u wil, maar haal die borsten van de schouder. Het is nog niet gedaan hoor. Nu ben ik dan oud, en nu woon ik overal. Dus morgens weet ik vaak niet. Waar ik s'avonds later zal. Ik reis de hele wereld door, zonlicht achterna. Ik heb iedereen verlaten, al de tante, ja. Maar het is zondag en ik heb toch iets te doen om naar het zin naar mijn tante toe te gaan. Als ze mij zo wil geven, moet ik bukken en ze zelf moet dan op haar tenen staan. Ja, dan wil je, ja, kijk nou weer weer aan. Wil je, ja, wat u wil, maar haal uw borsten van de schouder. Oh ja, dan wil je, ja, kijk nou weer weer aan. Wil je, ja, wat u wil, maar haal uw borsten van de schouder. Dank u wel. Iedereen is nog steeds...